Welkom bij een spiksplinter nieuw seizoen van Blind Getrouwd. Dat wil ik enthousiasme, ik weet. Dit jaar hebben wij 6 vrijgezellen die wij zullen proberen gelukkig te maken in het spel de liefde. Hebben jullie er zin in? Ja. Hebben jullie er zin in? Ja. Dat is weer het geniet van de show. Ja, maar ja, wat zit ze zien nu? Ja, ik weet het ook niet, hè. Ja. Hey Tine! Ja, sorry dat ik te laat ben. Ja, mijn iPhone was leeg. Heeft iemand toevallig een iPhone-lader mee? Nee, Tine. Amai, Tine, heb je weer een schaapwolletje aan? Ja, deze is gemaakt van Merino Wol. Het helpt me om in contact te komen met mijn innerlijke schaap. Amai, ze. Oké, goed. Laten we de chille vibe behouden. Blij dat je erbij bent, babe. Laten we beginnen. Zeg, is dat geen goede combinatie? Nee, dat zou ik niet doen. Niels en Elke misschien. Is dat geen goede match? Ja, ik voel die connection wel echt. De spirituality druipt ervan af. Hey, hallo. Ik ben er Niels. Ik ben 60 jaar. En ik hou van getallen en van sport. Nu. Ik heb nog altijd geen relatie, omdat ik nog sinds 15 jaar ben homo. Nu, ja, ik hoop wel echt dat ik een vriendin kan krijgen. Maar ja, ze moet wel gewoon mijn was sorteren en mijn kleur sorteren, want ik kan er zelf niet. Dus ja, ik hoop gewoon dat ik een meisje vind. En ja, een plaats. Veel succes, Niels. De volgende. Goedemorgen, beste mensen! Ik ben wow. Elke, alsjeblieft, niet zo luid. Er zijn hier veel jonge kinderen. Sporen moet er ook een heel leven mee. En daarbij, dat mag in het Nederlands. Dat zal het voor iedereen een stuk makkelijker maken. Ah, oké. Okay. Hallo allemaal, ik ben Elke. Ik ben 37 jaar. En ik ben gepassioneerd door die Duitse sprache. Ik hou van chocolade en tractaties. Dus als je boek vergeet, doe maar bij mij. Dankjewel. Ik vind Hugo wel passend bij Boré. Wat vinden jullie? Ja, ik vind van wel. Ze zijn beiden gepassioneerd door hun eigen vak. Brood is een eigen manier geworden. Tine, kan je AUB atrem blijven? Hallo, ik ben Vicky Borey. Ik ben lerares en sinds kort ook schrijfster. En ik heb ook een konijnenboerderij. Oei, konijnenboerderij, dat is uniek. Daar moet je ons toch iets meer uitleg over geven. Ja, eigenlijk hou ik gewoon heel erg van konijnen. En ik snap echt niet hoe mensen die beestjes kunnen opeten. Ik snap dat echt niet. Ook niet. Oké. Dankjewel. Onze volgende kandidaat. Hallo, ik ben Stefan Huygen, 82 jaar. En in mijn vrije tijd, mijn hobby's zijn vooral roken, ook tabak. Ruikt het. En ja, als ik nog wat tijd over heb, dan schilder ik ook wel een keer of bak ik een keer een potje. En ja, voor de rest ben ik ook een alleseter. Ik eet vooral graag krijt, verf en vooral konijn met pruimen. Als je je afvraagt wat ik eigenlijk zoek in een vrouw, wel, dan ben ik gewoon een vrouw die niet te veel tegenspreekt en goed tegen een latje stootje kan. Een interessant persoon, meneer Huygen. Dank u wel voor uw gevoel. Ik vind dat Amanda wel een plaats verdient in deze show. Ze lijkt sprekend op mijn vriendin uit Sicilië. We hebben samen een berg beklommen. En we hebben kaas met wormen gegeten. Tine, het gaat nu even niet over jou. Laat die stories maar voor een andere keer. Maar goed, ik vind dat ze wel bij Matthias past. Goh nee, ik zou lekker... Oké, beslist. Onze volgende kandidaat gaat zich nu voorstellen.
dagelijks leven. Ah, in het dagelijks leven hou ik mij vooral bezig met fysica. Natuurlijk ben ik ook veel bezig met fashion. Maar dat zien jullie wel aan mijn outfit. En onze laatste deelnemer komt zich nu voorstellen. Dat is op tv. Ja. Oké. Dag beste schermkijkers. Ik ben Matthias van de Putten. En ik heb mij eigenlijk al een lange tijd kalm horen in de liefde. Maar het is toch wel tijd, vind ik, om een frisse jonge dame te vinden voor mij. Ja, ik vraag natuurlijk wel dat ze een beetje goed gemaneerd is. Ja. Ja, ik vind dat wel belangrijk. En door het jaar heen heb ik ook wel een paar projecten. En dit jaar is dat mijn terras aanleggen en mijn kelder leegpompen. Ja, dat is ja, veel water. Ja. En dat is de, ja, met twee zou leuker dan alleen natuurlijk. We hebben hier ook nog een klusje. Dit waren onze 6 kandidaten. Jullie hebben de kandidaten nu al ontmoet, maar vandaag is de grote dag. We gaan ze verrassen. Deze dag zal voor goed hun leven veranderen. Hopelijk kunnen ze elkaar nog wat me-time gunnen. Dat is immers heel belangrijk. Mensen, kom. We zijn. Mensen, fysica raad levens. Zie hier mijn elektronen spuiten. Dag Anne, ik ben hier met goed nieuws hoor voor jou. Ja. Proficiat Anne, je bent erbij. Oh my god, dat meen je niet. En met wie ga ik trouwen? Hij mag dat nog niet zeggen, zeker? Nee. Dag Matthias! Proficiat, hé. Je bent geselecteerd voor blijf getrouwd. Oei, maar het lijkt wel een beetje kreet aan je neus. Ah, ja, kreet, ja. Maar alsjeblieft, Ru. Fantastisch. Ben je blij, Matthias? Oh ja, we moeten zo bekijken. Stel, er vallen 5 pannenkoeken uit de lucht. Zou je dan mee zien? Ben niet helemaal mee, maar you do you, eh? Be yourself and stay positive. We rekenen de volgende kandidaat al van enkele meters afstand. We gaan hem nu gaan verrassen. Wist je dat ik ook vrienden heb die roken? Dat blijft ja, heel Tine, we gaan eraan beginnen. Dag Stefan, je bent eindelijk van straat. Ja, hou Tine. Goeie bewassen en zeven komen storen. Ja, het is van blij te trouwen. Ik was dat je me-time. Dat gaat serieus echt beperkt worden. Moet je anders helpen waar het plan is? Nee, het is goed. Rot maar op. Hou. Meneer, mijn potlood is gevallen. Meneer, mijn potlood. Waarom zet je niet aan je bank? Oh, dat weet hij niet. Hier. Ah, oh, meneer. Hier. Ah, oh, ah. Oh. Dat hoort hier lekker vreemd, weet je niet? Dag, Piki. Mo. Hallo? Bent u hier al een konijntje te adopteren? Ja, eigenlijk niet. Ja, de enige reden dat ik hier ben, is om te vertellen dat je selecteerd bent voor Blijf Getrouwd. Wow, oh my god. Hoor je dat, Speedy? Je krijgt een nieuwe papa. Wat worden we een mooi gezinnetje. Ja, mensen, mijn job zit er hier op, hoor. Daag! Waar zou ik je moeten kennen? Ah ja, je kent mij niet, dat is waar. Ik ben expert van Blijf Getrouwd en je bent erbij. Nee, dat kan niet, sorry. Er moet iets fout gelopen zijn. Ik kan eventjes een belletje plegen, hoor. Dag, broer. Ja? Ja, ik merk het niet van mijn hart. Sorry, mama, maar... Ja, het valt wel mee, maar ik ben hier tegengekomen door iemand, ik weet niet, Fiebe Puffel of zoiets, van Blind Getrouwd. Waar gaat dat allemaal over? Ah ja, ik heb jou weggeschreven, want het toch over had. Mama, allee, Moeke, ik heb gezegd dat ik dat niet wil. Ik sta niet graag in de spotlight, oké? Okay? Ik vind het, ik heb trouwens al een lief. Nee, dat is niet waar. Maar ik wil gewoon niet meedoen naar Blind Getrouwd. Maar,
Slecht af. Ben ik nu echt ijsreef om net getrouwd? Maar tuurlijk. Vandaag gaan we de laatste kandidaat het goede nieuws vertellen. Je hoort daar al van. Je ziet een beetje zitten, na al die jaren single zijn, het wordt wel tijd. Zeg, wil je weten met wie? Mag ik dat dan al weten? Oh, nee, het is ook waar. Ja, ik zou graag verder doen met mijn les. Ja, ik begrijp het. Allee, dag konijntjes. Okay, guys, right, 1, 2, 3 on your boards, please. Today, I will introduce you guys to some new gym exercises. This is Dr. Jekyll YouTube channel. Welcome to my gym life. So guys, first we're gonna do some dumbbell exercises, nice and tight. Then we're gonna do some deadlifts, and after that we'll finish it off with the bench press with my boyfriend King Cuckoo. Now moving on to the second exercise, we're gonna do some deadlifts with my special guest, my boyfriend King Cuckoo. Hey! Come on, baby! Come on, go ahead! That form! Quit it! Quit it! Your back needs to be straight more! Give it everything you got! Like that? Yes! Nice! Now it's my turn. Let's see how Bert do this. So guys, this was the YouTube video. I'm sorry it had to be this short because, you know, I had a little accident. But next time I will be having bigger exercises with maybe... Got cameras. Hello? Yes? Oh my god, that's great news. Thank you very much. Well, cameraman, I just got invited to a wedding of such. I'm gonna write that down on my board, please. Ah, het heeft weer goed gereden van de week, zie ik. 500 milliliter? Dat is goed voor de begroeiing, hè? Boah, wat is dat hier nu? Al dat afval in mijn af? Nimby! Not in my backyard, hè, mannetjes! We are all stardust. Yeah.
Thank you.
Till I get my money right. I had a dream I could buy my way to heaven. When I woke, I spent that on a necklace. Ja, ja, kijk, ik heb hier een beetje mijn chemische bron meegenomen. Wat ons lichaam echt zwaar gaat vergiftigen. En ons denkvermogen toch al goed gaat kunnen verminderen. Yeah, that's right, MVP. I got myself some strong protein powder with me too. Oh. Let's enjoy the night, man. Ja, maar ze want wel houdt mee ethanol hè en niets anders hè. Maar ja, zie je nog een beetje zitten of? Ja. Ja. Wat zien jullie wel zitten? Ja, met verdovende middel natuurlijk. Ja. Ja. Ik zal deze avond de ketting niet uithangen. Ik zal gewoon mijn half glas water afdrinken en zien waar de nacht ons brengt. Oh ja. I came from... Het feest is like al begonnen en ik vind het al vrij leuk. Hè. Ja. Eerst nog een tussen die. Hey, wat is? Dan moet je eigenlijk een bloem met. Oh, maar alsjeblieft erin, tuurlijk. Ja. I got an idea. Maybe the tattoo shop?
Waarom heb je dat allemaal aan het doen? Come on, laten we daar naartoe aan. Let's go there. Come on, boys. Ja, waar is dat hier, die tattoo shop? Waar zijn die mannen eigenlijk? Die moet wel Tony mogen. Ja, misschien vinden we wel de aanwijzing in de tattoo shop. Ja, we zijn wel weg. Zeg Bart, waarom heb jij mij gisteren die tattoo gegeven? Ja, jij was super dronken en heel onsportief. En je bleef me al drinken voor die tattoo. En natuurlijk heb ik hem wel moeten geven, natuurlijk. Dat is niet te bedoelen, hè. Nu loop ik hier ook met een Mike Tyson tattoo. Dat is niet mijn probleem. Zeg Bart, we hebben eigenlijk een probleem. We weten niet waar Matthias, Stefan en Niels zijn. Waar zijn nog bij ons toen jij Titi zijn tattoo liet zetten? Ja, nu dat je het eigenlijk zegt, ze waren hier alle drie nog. Zou je toevallig weten waar we daarna naartoe gingen? Ja, eigenlijk. Matthias zei nog iets over metafine maken in het chemielokaal. Bedankt voor je medewerking, Bart. Dat is geen probleem. Yo, gasten! Dag, Doortje! We gaan naar het chemielokaal. Ja, en waar is Bertie eigenlijk? Hij is denk ik naar de gym gegaan. Naar de gym? Ja, die jongen gaat te veel naar de gym, hè. En al genoeg ding als een hoofd. Later. Oh. Dat weer dan? Hoi dan. Wie is dat? Hoi. Ja. Allee, waar is de water? Kom zeg. Wat. Een schafuit van de lift zeg. Je ziet. Jongens. Altijd Niels. Mo. Ik was hier heel de nacht. Ik ben te breed om hier uit te raken. En ik weet niet wat er gebeurd is. Allee, samen uit, samen thuis, hè. Allee, help me nu, kom. Ik vind het echt niet tof. Please, ik kan er niet uit raken alleen. Allee, kom, het is goed. Ja. Hier. Wat hoor ik? Hier.
Doe maar vast. Ja. Alles is goed. Hallo. Heb je niet wel een mammetje gemist? Hoe is dat dan niet? Verticaal, verticaal. Ja. 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 Hallo. Oh, eindelijk. Hier. Oh. Stop maar, jongen. Ja, kom. Doe je hoofd. Met hier een café, André. Het is André. Je weet wel, heel die avond, hè. Die tattoo hier op mijn gezicht, voor wat op dat eigenlijk. Ja. En ja. En die camera die ik hier gevonden heb. Wat doe je? Camera? Time is precious, I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going, the women, the shorties know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on. Unlike my Kiwi that's always on. I know the storm is coming, my pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on and popping the night cause it's meant to be ours. We keep a fadeaway shot cause we ballin' this platinum Patron every hour. Look mama, I owe you just like the powers. Girl, you the truth with all that goody power. Vodka busy, busy rob. Mensen praten serieus, maar ze weten van geen hele kankermoe wat gebeurt. Maar er gebeurt veel, serieus. Komen die vocalen of hoe moet ik beginnen? Je bent een chef, kijk dat soort. Maar je weet niet wat gebeurt. Wat gebeurt? Wat gebeurt? Je bent een MC dat front. Maar je komt niet op de grond. Op de grond. Top de grond. Je bent een MC met crown, maar je weet niet wat. Ja, jongens, waar waren jullie? En waar is Stefan? Oh ja, daar hier.
Maar alsjeblieft er u, natuurlijk. Ja, maar ja, je moet ja zeggen. Ah ja, 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 ja. Dan zijn jullie allemaal nu achter het man en vrouw. Hé! Waar zit je eigenlijk al, Melissa? Reeds 14 weken. En ik heb gehoord van Jacoba dat rijstwafels een wondermiddel zijn. Hoor ik daar iemand rijstwafels zeggen? Dat heeft mij zo geholpen. Ja, dat is echt een aanrader. Ik ben al voorbij de ochtendmisselijkheid, maar echt. Ja. Hold your horses, Caro! Doe die pillen weg! Ik ben wel zwanger, hè? 3, 2, 1! Weet je weet je wat ik met mijn bot naar gekomen? Mocht, zeg ik. Ja, ja, we kunnen beginnen aan de openingsdans. Ah, ja. I heard there was a secret call that David played in it, please, Lord. You don't really care for music, do ya? When it goes like this, so fourth, the fifth, the minor four, and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Thank you.
Dat is zelfs zo erg. Ik heb onze trouwdatum en mijn houden ben nog geschreven. Ik voel me nu niet alleen gewoon verbonden, maar zelf fysisch verbonden met mijn schat in Matjas. Ja, dat is een enorme eer om in de bundel van hout, de gouden bundel, te staan. Dank u. Ja, dat snap ik. Goed. Ja, dank u. En dan zijn we nu weer aan het einde gekomen van ons programma. Jullie waren een heel fijn publiek. Ik hoop ten zeerste dat jullie genoten hebben van de show. En namens het volledige zesde jaar, dank u wel. Tout le prix du silence. La...